seine Würde. Wieder den Kaskis, Kaskis, Kaskis. Handschuhne, Handschuhne. Maar Richard, maar verder alles goed met jou? Heb je geen klachten? Oh, mooi. Kom hier, allemaal, bitch! Anderhalf meter. Zou je moeten weten? Klappen ga je eten. Als je voorbij komt met je mond, kan je stappen bij je benen. Uit in je elleboog, stof je dep. Beweeg met die armen, mobicep. Handschoenen, angst in de hier heb je wel een wat hey, want dan ben ik allemaal in de zin waar je neemt. Beweeg met die armen, mobicep. Afstaan, afstaan. Blijf op, afstaan, afstaan. Anderhalf meter. Film niet zo in mijn oor. Kom niet in mijn aura, bitch. Ja. Had je nou tegen mij? Nee. Ik heb tegen jou, ja. Nee, ik had jou heel graag weer een knuffel willen geven, Stan. Maar dat gaat helaas niet worden, weet je. Maar ja, Udo. Ja, alleen maar love voor Udo, man. Hij is altijd zo'n vrolijke gast. Ik vind hem wel echt een held, eigenlijk. Maakt niks uit waar je hem tegenkomt. Als je hem hier in de stad tegenkomt, zeggen, yo, Udo, gaat hij zo zwaaien gewoon? En ja. Hij gaat gewoon zwaaiend vol met liefde, man. Ja, ja, zo hoort het, weet je. Zo moet je ook zijn. Gewoon lekker vriendelijk, lekker open. Grote teddybeer, zei hij. Ja, dat denk ik volgens mij ook. Maar ja, ik ken Udo niet zo goed, eigenlijk. En ik denk, best veel mensen niet. Maar wij hebben een exclusief interview met hem afgenomen. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Yo! Hallo, hey! Hoe is Fijne het? Koningsdag! Dankjewel, Fijne Koningsdag! Hetzelfde. Ja, dankjewel, dankjewel. Ermee? Ja, goed, goed. Ja, mooi zo, mooi zo. Lekker ja, ja, ja. Dat reuken. Ja, ik denk keertje iets anders dan een petje, hè? Ja, precies. Ik doe ook mee met de hype vandaag. Wanneer ben je eigenlijk bekend geworden als Udo de Beatboxer in Nijmegen en daaromheen? Wanneer is dat gestart? Ja, eigenlijk al vanaf Dump It, hè? In 2006. Ja, nou, in 2005 met Idols. Idols dat was al? Ja, want met Idols in 2005, de Lion Sleeps the Night heb ik gezongen en gebeatboxed. Oh, ja. En toen in 2016 bij Dump It, het fietspompje. Het fietspompje? Was ik, ja, ja, fietspompje. Die ken ik nog wel. Ja. Die ken ik nog wel. Zou je misschien een stukje van kunnen doen? Voor de mensen ja, die zal ik doen. Zijn. Ja, kijk, top, ja. Top dat. Heerlijk. Ja, ja, super. Ja, ik kon vroeger kon ik niet goed uit mijn woorden komen. Ja. En toen dacht ik, nou, dan ga ik de beatboxen leren en zo. Dan was eentje op school die deed echt perfect beatboxen. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook wel heel graag leren. Was ja, het vroeger, ja. Toen je jonger was, ook al een droom om entertainer te worden? Was heel duidelijk beatboxen of was het gewoon... Nou, ik was eigenlijk vroeger al een beetje als een clown, hè? Oké. Ik hou ervan om mensen op te vrolijken. Ja. Ja, en zodoende is het nu eigenlijk nog meer geworden, hè? Ja, nou, in ieder geval, ik zou zeggen, het lukt heel goed, dat opvrolijken. Oh, dankjewel. Dat is hartstikke lekker. Ja, zeker. Dankjewel. Kijk hoor. Ik had in een interview met Gelderland had ik gelezen dat vroeger een hersenschade was opgelopen. Klopt. Achterliep met de rest en dan ook met de spraak inderdaad. Ja. Beatbox heeft jou in zekere zin dan toch vertrouwen gegeven, als ik dat goed had gelezen. Ja, klopt ook. Heeft dat ook nu dan geholpen dat het makkelijk is om contact te maken, dat hij meer zelfvertrouwen heeft door het beatboxen, of heeft dat daar helemaal niks mee te maken? Ja, je moet ook durven. Ja. Het is ook wel durven. Als je alleen maar gaat beatboxen en je durft niet om naar de mensen toe te lopen, ja, dan blijf je eigenlijk een beetje achter, hè? Nee, ja. Ik denk dat er meerdere factoren zijn. Oké. Maar in ieder geval, het heeft dus nu iets meer vertrouwen en dat gaat gewoon beter. Het makkelijker met contact met mensen en het... Ja, en mensen vinden het leuk, hè? Mensen vinden het zeker leuk. We zijn aan het interview omdat je goed bent in beatboxen en dat slaat aan bij de jeugd. Dat is natuurlijk de vraag. Zou je misschien nog een stukje voor ons kunnen doen? Een stukje beatboxen of een stukje hutsen of zo? Whatever you want, wat je leuk vindt. Of jodelen, ook nog.
jodelen ook nog. Oké, ja, ik ga gewoon Huts en Nivo doen, een stukje. Dat is helemaal goed. Huts, 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 huts en Nivo, de normale Nivo, krullen op mijn hoofd en ik spijs aan Nivo. Huts en Nivo, de normale Nivo, krullen op mijn hoofd en ik spijs aan Nivo. Huts, 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 doe normale Nivo, huts, 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 huts. Locomotief, loco. ik sta hier eigenlijk helemaal verschut, man. Nee, natuurlijk niet. Er zijn bepaalde mensen in de afstand. Ik zal ze even laten zien. Even kijken hoor. Er zijn bepaalde mensen die denken van misschien die is gek, hè? Maar ja, dat ben ik toch al, hè? Ze zijn we allemaal, dat is helemaal niet eigenlijk. Oh ja, en jodelen, hè? Jodelen. Oh la la hoodie, oh la la hoodie, oh la la hoodie, oh la la hoodie. Ik ga niet meer verder met doen hier. Stop, stop, ja. Nou, geweldig man, Udo. Vrolijke guy, man. Altijd vrolijk, die gast. Hij zag er ook lekker oranje uit. Hij had zich goed voorbereid op het interview natuurlijk, hè?